Johannes Calvijn leeft aan het begin van de 16e eeuw. Hij sluit zich aan bij de reformatie die door Luther is ingezet. Het is een beweging van christenen die kritiek heeft op de machtige Rooms-Katholieke kerk. De reformanten zijn het niet eens met hoe de kerk de Bijbel uitlegt en ze vinden dat zij het geloof misbruiken voor eigen gewin. Volgens Calvijn moet dat anders. Iedereen moet zich onderwerpen aan Gods geboden en daarin zijn we allemaal gelijk en staat niemand boven de ander. Niet de paus of de koning, maar een gekozen kerkraad moet de leiding hebben. Ook moeten we, zolang we op aarde zijn, sober leven en hard werken. Ook vindt Calvijn dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. Veel Nederlanders komen met de leer van Calvijn in aanraking en zodoende krijgt het Calvinisme veel invloed in Nederland.